In een wooncoöperatie ben je geen eigenaar van je individuele woning. Je bent wel via de aandelen mede-eigenaar van het bedrijf dat de totaliteit van de woningen in handen heeft. Dus je combineert de voordelen van huren. Namelijk, je wordt volledig ontzorgd, want het is een coöperatie die voor het onderhoud en de continuïteit van de gebouwen zorgt. En je combineert de voordelen van het eigenaarschap. Er is niemand die je kan uit je woning zetten. Op een bepaald moment hebben we gezegd van kijk, wij moeten een woonbeleidsplan opmaken en we moeten zorgen dat we niet alleen kijken naar sociaal wonen, dat we ook niet alleen kijken naar de mensen die hun eigendom kunnen verwerven, maar naar de grote tussengroep die te veel verdient om een sociale woning te verwerven, maar nooit, waarschijnlijk nooit, voldoende kapitaal zal hebben om zijn eigen woning te kopen. En daarvoor zit dat coöperatief wonen daar prachtig tussen. We hebben van eerste keer met de gemeente beslist van kijk, laat ons dan een architectuurwedstrijd daarvoor lanceren. Met als opdracht van kijk, het moet gezinsvriendelijk en betaalbaar wonen zijn. Dat was eigenlijk de opdracht voor de architecten. Hier, de site waar we nu voor staan, hebben wij dan uitgekozen als mooie locatie, vrij centraal gelegen. Je hebt ook al speelvoorzieningen, dus eigenlijk voor een jongen zijn toch vrij ideaal. Wat ik zelf heel goed vind in het ontwerp van ECTV-architecten, dat is dat enerzijds behoorlijk klassiek is, zodanig dat de drempel om in te stappen en om er te komen wonen niet te groot is, maar dat er toch genoeg kansen voor collectiviteit ingebouwd worden, zonder dat dat opgelegd wordt. Maar het is de architectuur die de mensen tot sociaal gedrag zal aanzetten. Een van de mooie ideeën ook van het ontwerp vond ik de loggia's, de brede terrassen die voorzien zijn over heel de binnenkant van het ontwerp. In het buitenland noemen ze dat ook de levende straten. En dat werkt ook wel. Je ziet dan dat je eigenlijk mensen hebt die dus wat doen. Ze zetten een tafeltje, twee stootjes buiten. Voor de brandweer is dat nog altijd perfect in orde. En daardoor creëer je een soort verbondenheid met de mensen. Je gaat een keer buiten zijn, je ziet opnieuw, je ziet de mensen spelen. Of je hebt contact met je medebewoners. En eigenlijk meer is dat niet. De focus lag vooral op betaalbaarheid. En dan ook verdergaand hebben we gezegd van kijk, het moet ook een diverse typologie zijn. En op dit moment hebben we in het project sowieso 1, 2, 3 en waarschijnlijk ook 4 slaapkamerappartementen in het ontwerp. Nu, op dit moment hebben we de laatste fase met de architect doorlopen. Maar samen met de eerste bewoners zouden we dat ontwerp willen verfijnen.